Hallo, ik ben Dutton Jo. We zijn vandaag in Deunrail. En ik ga snelle 8 vragen stellen in de achtbaan. En ik ben snelle. En wij? Wij hebben er zin in. Dus we gaan parken. Kom, let's go. Let's go. We zijn er. Ja. En ik hoorde dat jij een aantal vragen hebt meegenomen voor mij. Ja, dat klopt. Brand los. Je eerste vraag. Wat waren jouw baantjes vroeger? Wat voor baantjes had je gehad vroeger? Zo, ik ben afwasser geweest. Afwasser? Ik heb in een supermarkt gewerkt. En ik heb wel eens in het restaurant van mijn ouders de bladeren van het dak geveegd. Okay. Dat soort baantjes. Gewoon, heb jij een baantje? Ik had een krantenwijk. Krantenwijk? Maar ik ben ermee gestopt. Dat is echt werk. Het weer, zwaar kut. Ja. Laten we eerlijk zijn. Maar vraag 2. Heb je nog een vraag voor? Ja. Wat vind je het leukste aan rappen? Het leukste aan rappen? Ik vind het leukste als ik naar de studio ga en ik ga gewoon luisteren naar mijn gedachten en naar mijn gevoel. En aan het einde van de sessie staat dat op de muziek, op de beat. Dat proces, dat vind ik gewoon heel leuk. Ja. En ja, gewoon dat je je emoties en je gevoel erin kwijt kan zijn. En schrijf je ook zelf de tekst? Ja, zeker. Ik schrijf alle teksten vrijwel zelf. Soms zit ik wel met een songwriter, pas op voor de plas. Soms zit ik wel met een songwriter erbij die dan checkt. Van hey, misschien moet je dit en dit beter doen, maar in principe schrijf ik allemaal teksten zelf. Rap jij ook? Ja. Wel eens, ja? Cool. En hoe doe je dat? Gewoon opnemen. Ja? Gewoon eerst tekst schrijven en dan naar de beatlessen dan opnemen. Cool. En dan... Waar neem je op? Op mijn kamer met GarageBand. Ah, GarageBand. Daar ben ik ook mee begonnen, man. Dat is wel leuk. En heb je ook je eigen mic? Ja, van AliExpress. AliExpress, dat zijn de betere mics. AliExpress en GarageBand, dat is wel grappig. Ik ben begonnen met een oude Windows computer, echt nog zo'n blok. Yeah. En een SingStar microfoon, dus we zijn een beetje op hetzelfde level begonnen. Keihard, daar. Nou, veel succes, joh. Dankjewel. Fijne vlucht. Ja, heel goed. Poes je passie, nou poes dat karretje. Heb jij nog vragen? Ja, wat wou je laten worden toen je klein was? Wat wou je vroeger worden toen je klein was? Ik wilde altijd cabaretier worden, dus grappenmaker. Of ik wilde bij de marine. Oh ja. Of ik. Ik wacht even nog. Tering, het gaat sowieso veel te hard. Tweede ronde, het was even schrikken. Welke opleiding heb je gedaan? Ik heb de Herman Brood Academie gedaan. De Herman Brood Academie is een opleiding tot artiest. Dus je krijgt gewoon les van rappers. Ik weet niet, ken je Hef? Ja. Hef was gewoon, die gaf mij bijvoorbeeld les daar. En de tering, oh god. En dat was best wel lekker. Hoi, yo. Dus, oh shit. Dus ik kreeg les van Hef. En je leert daar gewoon om muziek te maken. Oh jeez. De tering. Maar je leert ook alles over de business, de kant van muziek. Nou, dat was heftig. Hoe is het met je maag? Gaat nog goed. Ja. Kom, we gaan even foto's kijken. Nou, we staan er charmant op, jongen. Hele leuke foto's om niet mee naar huis te nemen. Nou, Snelle, ik heb nog een vraag voor je. Ja. Wat wil je nog bereiken in je carrière? Zo, nou ik heb een hele mooie week achter de rug. Ik heb een nummer 1 in gehad, Marco Borsato release. Ik heb een Ziggo Dome gestart gisteravond. Dus ik zit even nog helemaal in de wolken dat ik denk van nou, ik heb wel deze week al heel veel gedaan. Ik zou nog wel, gisteren was een gastoptreden, dus ik zou nog wel een eigen show willen doen in bijvoorbeeld de AFAS of Ahoy of de Ziggo Dome. En ik zou ook nog wel een nummer 1 album willen hebben. Met welke artiest zou je nog een keer willen samenwerken? Gewoon internationaal. Internationaal? Oké. Fuck it, we doen ze allebei toch? Ja. Internationaal, nationaal. Internationaal Post Malone. Of ik zou wel een keer gewoon een liedje willen schrijven voor een of andere house DJ. Maar gewoon de tekst in het Engels, zeg maar. Niet zelf zingen. Dus of Post Malone. En in Nederland... Thomas Akda. Ken je die? Nee, die ken ik niet. Thomas Akda is van Akda en de Munnik. Dat is een duo. Ja, is ook wel een beetje van voor jouw tijd. Waanzinnig goede Nederlandstalige zanger. Maar om je ook een spannend antwoord te geven,
Lil Kleine. Oh ja. Lijkt me ook wel tof. Ja. Nou, je weet dat ik rap. Ja. En ik wil ook gewoon doorgaan en groter worden. En heb je nog tips voor mij? Ja, ik heb wel een paar tips. Gewoon geloven in jezelf. Ja. Dat is wel echt belangrijk. Er zijn in het begin tegen bij mij heel veel mensen geweest die zeiden, dit kan nog niet. Niks van aantrekken, gewoon doorgaan. Probeer te sparen voor een goede microfoon of een goede opnameset. GarageBand is op zich prima. Ga bijvoorbeeld proberen te sparen voor Logic. Probeer op de juiste plekken te zijn, dus bouw een netwerk op. Dus stel dat je ziet van, hey, er zijn meerdere jongens in de stad die rappen. Probeer eens een keer met hun te linken of producers of... er is een of andere hip-hop. Er is een hip-hopavond en er komt een grote act spelen. En er is een lokaal voorprogramma. Probeer daar te zijn en gewoon met iedereen die dezelfde passie heeft voor die muziek, gewoon even een babbeltje mee te maken. Probeer een goed team om je heen te verzamelen. Ik ben, mijn team is, bestaat alleen maar uit vrienden. Dus mijn tourmanager, DJ, manager, het zijn allemaal gewoon vrienden. En laatste tip. Ja, hou je kopje erbij. Probeer scherp te zijn. En volg je hart. En schrijf ook lekker vanuit je hart. Ja, nou dankjewel voor de tips. Ik ga wat mee doen. Ja toch? Ja. Hey, ik stel voor dat wij gewoon lekker een tikje bad ingaan. Ja, let's go. Het is sterfskoud. Het is echt koud, ja. Let's go, man. Dames en heren, nog iets anders leuks. Ik mag namens Passie 4 tickets weggeven voor Duinruil. Lekker dagje eruit. Wat moet je daarvoor doen? Gewoon even laten weten in de comments waarom jij die tickets moet winnen. Mijn naam is Snelle, ik vond het gesnellig. Tot snel.